Fiona Stardust controleert nog altijd de koers. Fiona Stardust met anderhalve lengte voorsprong op de tweede plaats. Daarachter Sessa. Daarachter volgt in derde stelling Woody Woodpecker. Die wordt gevolgd door Iron Melior. Aan de binnenzijde volgt daarachter dan niemand minder dan Celtic Boko. En zo zijn de paarden op weg naar de rechte lijn. De laatste rechte lijn. Fiona Stardust probeert de leiding vast te houden. En Sessa die komt aan de buitenzijde de aanval openen. Maar Fiona Stardust is toch altijd aan de kop te vinden. Daar komt Sessa met een laatste poging. Helemaal aan de buitenzijde komt een uitgeschakeld paard. Maar die telt niet meer mee. Het is aan de binnenkant Fiona Stardust. Fiona Stardust voor Sessa. Daarachter op de derde plaats Celtic Boko met verderweg Dreamline Promise. Die vanaf een andere planeet nog komt. En daarachter Iron Melior. Ereronde van de winnaars. Fiona Stardust, Fred Handelaar. En Fiona Stardust treft bij de winnersplek direct een bekend gezicht, namelijk meneer Scheffer. Hij fokte zelf deze Fiona Stardust en mag namens de paardensportvereniging uit Drachten de prijs uitreiken. Dan mag Bas nog een klein stukje doorlopen zometeen, want jullie staan precies voor de speaker. Mooi succes ook voor Stal PD. Op pd.nl kunt u precies lezen hoe u mee kunt doen aan dit soort prachtige paarden. Terwijl inmiddels de sierdeken namens Blijholm onroerend goed uit Sappermeer over de rug van deze Fiona Stardust wordt gelegd. Lopen wij even richting Fred Handelaar vandaag met de groene helm en dat brengt direct geluk. Dat past ook prachtig bij PD Racing pak. En het ging eigenlijk vanaf de start direct kopstart. Ja, het beestje kan natuurlijk rap vertrekken. En dat heeft ze vandaag keurig uitgebuit. Het leek er nog even op dat we de laatste rechte lijn geklopt waren. Maar ze kwam goed terug naar de streep. Fred Handelaar, de veelvoudig kampioen. En ook met zijn bekende groene helm als grasbaankampioen. Gaat het goed hier op de baan in Aduard. Het is Fiona Stardust, een paard van PD Racing. En Stal PD is een prachtig initiatief van Peter Delis en vrienden. En deze Fiona Stardust kocht hij aan. Een paard is gefokt door de familie Scheffer. Geweldige Stardust paarden. Een dochter van Gift Kronos uit Urania Stardust. En ze wint hier op de grasbaan in Aduard de PSV Drachtenprijs. Dames en heren, eerst een groot applaus voor Fred Handelaar. Want die kunt u op een boodschap sturen. Altijd brengt hij de paarden naar huis. Dames en heren, groot applaus. Alle 10 paarden aan de start. Nummer 6 Woody Woodpecker met Heeltje Tjalsma. Paarden draaien. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede serie. Een galoppade zien we voor Celtic Boko aan de start van het veld. En bij het naderen van de eerste bocht is Fiona Stardust de leidster. Ze heeft een lengtevoorsprong genomen op de tweede plaats Sugar Babe. En aan de buitenzijde komt Woody Woodpecker. Die komt in het tweede spoor, maakt een halve plaats goed. Wordt gevolgd dan door Kansai Do met daarachter Dreamline Promise. Dat is het eerste echelon. Dan valt er een gat van een paar lengten tot Sessa. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. En dan Eagle Transair. Dit terwijl de 4 Donovan Ork nu wordt uitgeschakeld wegens te veel galopperen. Paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune, passeren de dijk met aankop nog altijd Fiona Stardust. Fiona Stardust heeft een lengtevoorsprong met op de tweede plaats daarachter dan aan de buitenzijde Woody Woodpecker. Sugar Babe volgt op de derde plaats en op een lengte is het Kansai Do. 2,5 lengte daarachter Sessa, gevolgd door Dreamline Promise met Eagle Transair Iron Melior. En aan de start van het veld hebben we dan Celtic Boko. En de deelnemers zijn nu aan de overkant van de baan. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde is het nog altijd Fiona Stardust met de leiding. Op de tweede plaats Woody Woodpecker, daarachter Sugar Babe.
Beep met Kosaidu. En op een lengte volgt Sessa. Dat zijn nog altijd de frontrankers die een groter wordend gat laten ontstaan tot de achtervolgers. Dat gat gaat nu dichtgereden worden door Eagle, Transair en Iron Melior. Die proberen wat dichterbij te komen. Dan Dreamline, Promise en Celtic Boco. Paarden zijn halverwege de linkerbocht. Ze gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Waarbij Fiona Star dus nog altijd leidt met Woody Woodpecker als stalker in het tweede spoor. En daarachter volgt dan aan de binnenkant Sugar Babe. En de paarden zijn in de rechterlijn. En daar galoppade Sugar Babe. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. En ook voor Eagle Transair. De deelnemers zijn dan in de rechte lijn. En het is aan de kop. Nee, dat was Kolzaidu. Die is uitgeschakeld. Uitgeschakeld nummer 9 buiten de baan. Nummer 9. Eagle Transair is ook uitgeschakeld. En de paarden komen op weg in de laatste ronde met Fiona Stardust. Fiona Stardust leidt nog altijd Woody Woodpecker. Maar ingeschoven nu in derde stelling volgt 6. Herhaling uitgeschakeld nummer 9. Dat zijn de drie koplopers op dit ogenblik met 2,5 lengte daarachter. Dan Iron Melior en aan de buitenzijde daarvan zien we dan ja, de reeds uitgeschakelde Eagle Transair. Paarden zijn dan einde overzijde en naderen de laatste bocht. Fiona Stardust controleert nog altijd de koers. Fiona Stardust met 1,5 lengte voorsprong op de tweede plaats daarachter Sessa. Daarachter volgt in derde stelling Woody Woodpecker. Die wordt gevolgd door Iron Melior. Aan de binnenzijde volgt daarachter dan niemand minder dan Celtic Boco. En zo zijn de paarden op weg naar de rechterlijn. De laatste rechterlijn. Fiona Stardust probeert de leiding vast te houden. En Sessa die komt aan de buitenzijde de aanval openen. Maar Fiona Stardust is nog altijd aan de kop te vinden. En daar komt Sessa met een laatste poging. Helemaal aan de buitenzijde komt een uitgeschakeld paard. Maar die telt niet meer mee. Het is aan de binnenkant Fiona Stardust. Fiona Stardust voor Sessa. Daarachter op de derde plaats Celtic Boco met verder weg Dreamline Promise. Die vanaf een andere planeet nog komt. En daarachter Iron Melior.